Heeft u in beslotenheid met het college gesproken over de eventuele fusie met Drechteland en Enkhuizen? Ik heb inderdaad met het college gesproken, maar ik heb net in de gemeenteraad aangegeven dat ik hier niet ben om over fusie te praten. Ik heb wel gesproken over het feit dat samenwerking en regionale samenwerking eigenlijk voor iedere gemeente in Nederland op dit moment noodzakelijk is. Omdat de opgaven waar gemeenten voor staan simpelweg alleen niet meer op te lossen zijn. En dat betekent niet alleen voor Stedenbroek of Enkhuizen die u noemde of Drechteland. Geloof je de commissaris van de Koning? Dat de commissaris van de Koning ons heeft aangespoord tot goede samenwerking, dat geloof ik wel. Want dat zou natuurlijk ook niet helemaal goed zijn als een commissaris dat niet zou zeggen. Ik betwijfel niet dat de commissaris van de Koning ons als gemeente heeft aangespoord tot goede, misschien wel zelfs betere samenwerking. Want het loopt binnen het SED-ambtenarenapparaat natuurlijk niet altijd even soepel. Daar hebben wij als gemeente last van. Dat geldt ook voor de gemeente Drechteland en Stedenbroek. Aangezien het overleg wat de commissaris verder heeft gehad met de colleges geheim is geweest en nog steeds geheim is, weten wij als SP natuurlijk ook niet wat daar zoal is besproken. Maar het onderwerp bestuurlijke fusie zou zomaar eens aan bod kunnen zijn gekomen. Wat zijn de voordelen dat Enkhuizen, Stedenbroek en Drechteland één gemeente wordt? De voordelen liggen hem denk ik vooral in de werking van het ambtelijk apparaat zoals dat nu is. Hè. Kijk, nu werkt één ambtenarenapparaat, de SED, voor drie gemeenten. Dat is natuurlijk soms lastig, maar dat hebben we met z'n drieën ook zo zelf gewild een tiental jaar geleden. Wat zouden verder de voordelen van één grote gemeente kunnen zijn? Dat is dat bepaalde processen, ik noem even vergunningverlening, allemaal soepeler verloopt. Maar de SP, dat zal ik u zeggen, ziet toch over het algemeen nadelen voor een grotere gemeente. Welke nadelen ziet de SP? Jullie zijn de grootste fractie in Enkhuizen. Ja, de SP is de grootste fractie in de gemeenteraad van Enkhuizen. Om een aantal nadelen van een grote gemeente te noemen, is dat de politiek verder weg komt te staan bij haar burgers. Dat is voor de SP zorgelijk, want als je de burger belangstelling wil laten hebben voor de politiek, dan is het een verkeerde zaak als je het bestuur verder op afstand zet. Dat hebben ook verschillende onderzoeken in het land uitgewezen, dat de betrokkenheid van de burger bij de politiek afneemt, zelfs sterk afneemt, bij grotere gemeenten. In de begintijd van een grote gemeente valt dat allemaal mee, maar in de loop der jaren zie je echt dat dat achteruit kachelt. En dat moeten we niet willen. Bovendien zijn grotere gemeenten over het algemeen ook veel duurder dan kleinere gemeenten. En ik denk dat we ook dat als Nederland niet zouden moeten willen. Maar ambtenaren die zitten nu in een bepaalde loonschaal. En als het een hele grote gemeente wordt, dan komen ze ook in een hogere loonschaal. Waardoor dus eigenlijk ook de ambtenaren waarschijnlijk toch wel liever een grotere gemeente willen als de politiek. Ja, ervan uitgaande dat ambtenaren natuurlijk allemaal een hoger salaris willen hebben. Dat neemt niemand ze ook kwalijk, hè, als je die keuze hebt. Is het natuurlijk dan ook zo dat het ambtenarenapparaat veel meer geld gaat kosten. En het is ook niet zo dat als je meer kunt verdienen als ambtenaar, dat je dan ook bepaalde functies die nu niet vervuld kunnen worden, dat je daar makkelijker mensen voor krijgt. Want het is in heel Nederland een probleem om een goede ambtenaar te krijgen. Maar dan heb je één burgemeester en je hebt misschien vier wethouders over de hele gemeente. Dat scheelt ook behoorlijk aanzienlijk in de portemonnee. Daarbij de gemeentesecretaris wordt er één en een griffier is dan voor de gemeenteraad één. Ja, dat zou je denken. Dat is zo'n argument wat vaak wordt gebruikt om gemeenten groter te maken, om gemeenten te laten fuseren. En toch blijkt het niet zo te zijn dat dat uiteindelijk een financiële meerwaarde heeft. Dus wij zeggen als SP in principe niet doen, tenzij de bevolking het zelf natuurlijk wil. Wat gaat de SP doen? Gaan ze een referendum houden onder de bevolking? Onze fractievoorzitter in Enkhuizen, Margreet Keesman, heeft dat idee al geopperd. Dat als er sprake zou zijn van een bestuurlijke fusie in de nabije toekomst, dat we dan zeker de mening
van onze inwoners willen weten. En wat ons betreft gaat dat dan ook gebeuren, ook in Drechteland en Stedenbroek. Zijn meer referendums gehouden in Nederland? Ik weet het antwoord al, nee. Ja, als dat het antwoord is en de opkomst is acceptabel, dan is dat gewoon nee. En dan zullen we ons bij neer moeten leggen.